Nou, dat is ook flink toch? Maar ik maak ook veel kilometers. Het is wel een Toyota, dus het is wel een heel sterk merk. Ja, Honda. Een Honda. Knip je eruit. Herstel. Goedemorgen. Hoi. Toen maar naar Weekblad. Hoi, Mariette. Hey, wat is er dan met de auto? Ik was van plan om weg te rijden. Dat heb ik ook een stukje gedaan. Alleen als ik gas geef, dan houdt hij in. Nou, apart, joh. En ruik je ook een soort stanklucht? Nee, ik ruik niks. En ik koppeling hoor ook, bijvoorbeeld? Nee. Oké. Okay. En is het direct als je wegrijdt of als je een beetje vaart hebt? Of? Nou, als ik een beetje vaart maak inderdaad, dan stopt hij een soort van ermee. Dus het lijkt alsof hij ineens inhoudt. Mm-hmm. En als je dan gas geeft, dan het heeft eigenlijk geen effect. Dus hij blijft gewoon hetzelfde tempo aanhouden. Okay. Zo hoor je nog niks. Toerenteller doet het, hè? Ja. Oké, prima. Hey, en als je dan vaart mindert en je geeft gas, hoor je dan wel dat je gas geeft, maar gaat het niet vooruit? Je hoort dat je gas geeft, maar je ziet dus geen... Okay, die vaart die gaat niet vooruit. Oké, nou, we gaan even een proefrit maken. Lekker zonnetje. Nou, hè? Door wat de klant mij vertelt, vermoed ik dat de koppeling is versleten. De makkelijkste manier om erachter te komen is een proefrit maken. Zo. Ben benieuwd. Ja, koppeling kort. Dan heb ik even flink gas. Ja. Maar nou toch wel. Ja, dit was het. Dit is wat hij deed. Nee, koppeling is gewoon op. We versleten koppeling. Oh, oké. Nee, het is echt een. Nee, er is echt wat. Duidelijk verhaal. Ja. Ik wou net zeggen, want ik denk, nou rijden we weg lijkt net alsof er niks was. Ja, dus maar dat was dus niet, ja. Ja, dat is een kiespijn. Ja, dat idee. En ja, dan is het de vraag, is dat zinvol? Het is wel een Toyota, dus het is wel een heel sterk merk. Ja, Honda. Een Honda. Knip we eruit. Herstel. Ja. Hey, waar werk je precies? Nee, ik haal hier vlakbij, nog geen 10 minuten verderop. Pak je dan de fiets en moet je brengen? Nou, als jij mij wilt brengen, dan is het top. Want ik heb alles al klaarstaan, dus... Gaan we doen dan. Oh, super, hartstikke fijn, dankjewel. Mevrouw Bremer. Ja, nou, hartstikke fijn dat je me kon brengen. Ja, super, gedaan. Dat scheelt me heel veel tijd. Overleg nog even met je. Ja, dat doe ik. Hey, groetjes. Is goed. Doei, doei. Hoi, hoi. Hoe merk je nou dat je koppeling is versleten? Nou, dat kan op de volgende manier zijn. Als je wil schakelen, je drukt de koppeling in, maar je krijgt die pook niet verzet in de 1 of 2. Dan komt de koppeling dus niet goed vrij. Het kan ook zo zijn dat de koppeling enorm slipt. Wat gebeurt er dan? Je gaat rijden en op een gegeven moment merk je dat de motor toeren gaat maken, maar je komt niet veel harder vooruit. De auto gaat niet sneller rijden. Op dat moment is dus de frictie van de koppelingsplaten tussen de motor en de versnellingsbak verdwenen, of heel veel minder in ieder geval. Nou ja, en dan kom je niet meer vooruit. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Like hem dan alsjeblieft voor mij. En heb je een vraag of een comment? Laat hem achter beneden in het filmpje. En willen jullie meer zien van mij of mijn andere collega's? Abonneer dan op ons ANWB YouTube kanaal. En maak er een mooie dag van. Groetjes, dit was Paul.